Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag gaan we verder in Matthäus 20 na een korte terugblik. Er was een rijke man die goed leefde, toch ging hij er niet zomaar van uit dat het wel goed zou komen. Hij ging naar Jezus met de vraag: Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? De Heer geeft hem een eenvoudig antwoord: Verkoop alles en volg mij. Dat was te veel voor de man, hij ging weg. Hij hield zich aan alle geboden, maar zijn rijkdom hield hem vast. Die rijkdom maakte hem overigens niet gelukkig, want hij ging bedroefd weer weg. Toch kon hij er niet overheen zien en beseffen dat de Heer hem veel rijker zou maken. Zo zijn er allerlei dingen die mensen bij God weg kunnen houden. Het lijkt wel onmogelijk om behouden te worden, zeggen de discipelen tegen de Heer. Bij mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk, is het antwoord van de Heer Jezus. Alleen door de genade van God worden mensen gered. Daar helpen goede werken niets aan mee. De Heer Jezus vervolgde met een gelijkenis over een wijngardenier die arbeiders inhuurt en beloont. De kern daaruit is dat de mensen die het minst in aanzien staan bij God voorop komen. De laatste worden de eerste. In de vorige uitzending zagen we dat de moeder van Jacobus en Johannes met een vraag bij de Heere Jezus kwam. Namelijk, toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw koninkrijk. Het antwoord van Jezus was duidelijk. Het zitten aan mijn rechter... En aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is, door mijn vader. Wat vonden de andere tien volgelingen van deze gebeurtenis? Matthäus 20, versen 24 tot en met 28. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. De andere discipelen hadden het hele gesprek gevolgd. Uit het feit dat zij zich aan de twee broers ergerden, blijkt dat zij dezelfde gezindheid hadden. Daarom riep Jezus alle leerlingen bij zich om hen de ware weg naar grootheid en heerschappij te wijzen. Hij zegt als het ware, jullie moeten zo zijn als ik, want ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Dat is de nieuwe benadering tot een bediening in het Koninkrijk van de Hemelen. Het moet te vinden zijn bij allen die betrokken zijn bij een taak in het Koninkrijk van God. Als je wil gaan zingen voor de Heer, probeer dan niet de andere zangers te overstammen. En als je wil preken over het woord van God, duw dan een ander prediker niet opzij. Als je in de kerk mag dienen, doe het dan niet ten koste van iemand anders. De Heer Jezus laat zien dat de weg breed is en dat de manier waarop je hem wil dienen begint bij de onderste plaats. Dat de dienaars de onderste weg moeten gaan. Jezus sprak deze woorden toen hij en zijn discipelen Jeruzalem naderden. Daarmee getuigde Jezus dat hij de leidende knecht van de heren uit Jezaja 53 is. Weerkondigde hij daarmee zijn naderende dood aan. Hij zei dat hij gekomen was om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Daarvoor kwam de Heere Jezus naar deze wereld. Dat was zijn opdracht. Voor we verder gaan, wil ik nog iets vertellen over Matthäus 20, vers 29. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. In de Griekse grondtekst wordt voor losprijs het zelfstandig naamwoord Lutron gebruikt. Het is afgeleid van luo, wat losmaken, ontbinden, vrijlaten of bevrijden betekent. Het gaat om het geld dat betaald moest worden voor het vrijlaten van een gevangene of een slaaf. En dat is ook wat Jezus met zijn leven gedaan heeft: ons, gevangenen en slaven, van de zonde vrijgekocht. Hij heeft onze boete betaald. Met zijn leven. Matthijs 20, vers 29. En toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. Hier blijkt dat Jezus niet meer in Perea is. Hij is de Jordaan overgestoken en staat op het punt Jericho te verlaten. Over het bezoek aan Jericho wordt verder niets verteld. Er was veel volk op weg naar het paasfeest in Jeruzalem. Jericho was voor deze pelgrims de laatste onderbreking van de reis en daarom waren er ook veel mensen in de stad. Heel veel mensen volgden hem. Vanaf Matthäus 14 lazen we steeds dat Jezus probeerde met zijn leerlingen alleen te zijn. We hebben dat voor het laatst gelezen in Matthäus 20. Nu zien we dat de Heer weer vergezeld is van heel veel mensen. Een moeilijkheid in vers 29 is dat Lucas schrijft dat de genezing plaatsvond toen Jezus Jericho naderde. Terwijl Matthäus en Marcus zeggen dat dit gebeurde toen Jezus de stad verliet. Er zijn verschillende oplossingen voor dit probleem voorgesteld. Een van de oplossingen gaat uit van het verschillend gebruik van de stadsnaam Jericho. Matthäus en Marcus zouden spreken over het oude Jericho, maar Lucas over het nieuwe. Dat was door Herodes de Grote ten zuiden van de oude stad Jericho gebouwd. De ontmoeting zou dan hebben plaatsgevonden tussen het oude en nieuwe Jericho. Een andere oplossing is dat Jezus zonder oponthoud door Jericho is getrokken, omdat er geen onderdak voor hem gevonden kon worden. Toen hij aan de andere kant van de stad kwam, ontmoette hij daar Zaccheus en ging met hem mee naar huis. Matthijs 20, versen 30 tot en met 34 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging. zoon van David, ontferm u over ons. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer, ontferm u over ons, heren, zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan. En meteen werden hun ogen ziende. En zij volgden hem. Marcus en Lucas vermelden maar één blinde bedelaar, terwijl Matthäus over twee blinde mannen schrijft. Bartimaeus was vermoedelijk de bekendste van de twee. Er is dus geen sprake van een tegenstrijdigheid. Men kan heel goed schrijven dat een bepaald persoon, in dit geval Bartimaeus, genezen werd, terwijl er in werkelijkheid twee blinden genezen werden. Heren was een gebruikelijke aanspreektitel voor een leraar, die ook wonderen deed. Zoon van David is de populaire naam van de Messias. Van hem verwachtte het volk dat hij hen van de Romeinse overheersing zou bevrijden. Maar ook het opnieuw laten zien van blinden was een van de tekenen van het Messiaanse Rijk. Dat vinden we terug in Jezaja. De blinden riepen om ontferming. Met andere woorden, ze hoopten op medelijden van Jezus. Ze beweerden niet een of ander recht op genezing te hebben. De vraag: wat wilt u dat ik voor u doen zal? was niet bedoeld om informatie te krijgen. Maar, wanneer iemand Jezus hulp wil, is het enige wat hij of zij moet doen: erkennen dat hij of zij hulp nodig heeft. Men moet het eerst beseffen en het daarna aan Jezus vragen. Meer niet. Dat gaat ook nog vandaag. Jezus riep deze blinden tot zich en genas hen. Heel veel mensen hebben dat gezien. Hij liet hen ook toe hem te volgen. De tijd van zich terugtrekken was voor Jezus nu voorbij. Jezus wilde nu wel als de zoon van David begroet worden. Alleen Matthäus vertelt dat Jezus bij hun genezing hun ogen aanraakte. Zijn hart was betrokken bij wat er gebeurde. Hij werd namelijk in zijn binnenste met ontfarming bewogen. Met andere woorden, Jezus kreeg medelijden met hen. Terwijl hij hen aanraakte, sprak hij de woorden die Marcus en Lucas vermeldden: Uw geloof heeft u behouden. De twee blinde mannen gingen met hem mee. Zij volgden hem. Dat wil zeggen, zij voegden zich bij de mensen die de Heer Jezus vergezelden op weg naar Jeruzalem. Maar het kan ook betekenen dat zij discipelen van de Heer Jezus werden. Daarmee zijn we aangekomen bij het 21ste hoofdstuk van Matthäus. In Matthäus 21 geeft de apostel een nauwkeurige beschrijving van Jezus komst naar Jeruzalem. Bij eerdere bezoeken aan de stad was Jezus onopgemerkt binnengekomen. Nu eist hij als koning het koningschap van de stad op. Niets kon vooruitstrevender of gedurfder zijn. Hij reinigt voor de tweede keer de tempel. Niets zou uitdagender zijn als je niet de enige zou zijn die daar recht op gaat. Hij vervloekt de vijgenboom. Dat is een symbolische actie. En hij gaat de strijd aan met de godsdienstige leiders. Via gelijkenissen beschuldigt hij hen ervan dat ze hem zullen doden. Nu gaat gij als koning op weg naar het kruis. Matthäus 21, versen 1 tot en met 5. En toen zij Jeruzalem naderden en in Bethvage bij de olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorpen dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft. En hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. De olijfberg, ongeveer 850 meter hoog, lag een sabbatsreis ten oosten van Jeruzalem. Het dorp Betfage, wat Huis van onrijpe vijgen betekent, was waarschijnlijk een gehucht of een landgoed aan de oostelijke helling van de Olijfberg, grenzend aan de rand van Jeruzalem. Het lag tussen Jeruzalem en Bethanië. Dat wordt door Marcus en Lucas ook genoemd. Het Vage behoorde volgens de Joodse traditie tot Jeruzalem, en wel als het meest afgelegen deel van de stad. Dit hield in dat het toegestaan was hier het paaslam te eten. Jezus kwam zes dagen voor Pasen naar Bethanië, namelijk op vrijdag, de achtste Nisan. Hier bleef hij voor de Sabbat, en op de eerste dag van de week, zondag de tiende Nisan, vijf dagen voor zijn dood, is hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengetrokken. De tiende Nisan was ook de dag waarop het Paaslam moest uitgekozen worden. Op deze dag stelde Jezus zich voor als de Messias. Dat deed hij ten overstaan van het volk door een symbolische handeling. Het betekende zijn dood, de dood van het paaslam. Jezus stuurde er twee van zijn leerlingen heen en zei: U zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft, en hij zal ze meteen sturen. Het was duidelijk dat de eigenaar bezwaar zou maken, maar even duidelijk dat gij zich er niet tegen zou verzetten dat ze de dieren meenamen. Vooral niet wanneer hij hoorde wie ze wilde gebruiken. Dat doet vermoeden dat deze man een discipel van Jezus is. Dat is niet zo vreemd, want de Heer Jezus had persoonlijke relaties in en bij Jeruzalem. In vers 4 lazen we dat dit alles gebeurd is op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. En inderdaad, want in Zacharias 9 vers 9 staat Vergeug u zeer, dochter van Sion. Jeug, dochter van Jeruzalem. Zie... Uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelen. Jezus vervulde de profetie uit Zacharias 9 en toonde hiermee aan dat hij de Messias was. Sedert de tijd van Salomo had geen koning meer op een ezel gereden. De Messiaanse koning zou zachtmoedig en nederig zijn, en rijden op een ezel. Dat wil zeggen, hij zou niet oorlogzuchtig zijn, of belust op geweld. De ezel was een dier van vrede, terwijl het paard een dier van oorlog was. Hij was een nederige koning van heil en vrede. In dit opzicht stond de messias van de professie niet alleen lijnrecht tegenover de populaire messiasverwachting van het volk, maar ook tegenover het politiek messianisme van de zeloten, wat eerder een soort bevrijdingstheologie was. Matthäus 21, versen 6 tot en met 11 en de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg, en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Beide dieren werden in eerste instantie door de discipelen met kleren opgezadeld. Maar Jezus reed uiteraard niet op twee dieren tegelijk. Dat is in dit vers misschien niet echt duidelijk. Maar Marcus bevestigt het. In Marcus 11, vers 7 staat: En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop. En hij ging erop zitten. Zoals ik al eerder aangaf, is het rijden op een ezelsveulen een tegenstelling tot paarden, wagens en ander oorlogsmateriaal, waarmee koningen pronken en oorlog voeren. Deze koning kenmerkt zich door het rijden op een ezelsveulen, het eenvoudige rijdier van de vredestijd. De Messias is niet trots op eigen macht, maar is een nederige heerser die op God vertrouwt. Onder de scharen die hier genoemd wordt, bevonden zich pelgrims uit Galilea en Perea maar eveneens volk uit de stad. Het uitspreiden van kleren en takken op de weg was een spontane huldiging die zij de Heere Jezus gaven. Deze huldiging getuigde ervan dat men hem als een koning beschouwde en was tegelijkertijd een teken van onderdanigheid. De hele intocht werd een messiaanse beleidenis. De uitdrukking Hosanna betekende oorspronkelijk Och Heere, geef toch heil en was dus oorspronkelijk een bede tot God om verlossing. In de loop der tijd is het woord in de Joodse eredienst een jubelkreet geworden, te vergelijken met Halleluja. Zo werd het ook bedoeld tijdens de intocht van Jezus. Tegenwoordig is Hosanna ook een liturgisch woord, en wordt zowel door evangelissen, protestanten als ook katholieken en joden gebruikt om een bepaalde vreugderoep uit te drukken, onder andere in liederen. Hosanna werd gevolgd door, zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dat is een citaat uit psalm 118, vers 26. Deze psalm werd gewoonlijk gebruikt om elke pelgrim die tijdens de grote feesten naar Jeruzalem kwam, te begroeten. Later werd het steeds meer toegepast op en beperkt tot de komst van de Messias. In het Hosanna in de hoogste hemelen worden als het ware ook de engelen opgeroepen om een loflied te zingen. De menigte die Jezus volgde, juichte en gaf lof en eer aan hem, die als de zoon van David, als de Messias, de beloften voor Israël kwam vervullen. Alleen Matthäus vermeldde de geestdriftige stemming die er heerste bij Jezus' intocht in Jeruzalem. De hele stad raakte in opschudding. De opgewonden inwoners van Jeruzalem, die de in aantocht zijnde persoon nog niet konden zien en niet wisten wie hij was, vroegen aan de binnenkomende feestgangers: Wie is dat? En de menigte die met Jezus meetrok antwoordde: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Ja? Dit is nu de beloofde grote profeet van wie Mozes in Deuteronomium 18 vers 18 al gezegd heeft dat hij zou komen. Het is Jezus van Nazareth in Galilea. Het was een vrucht van zijn optreden in Galilea dat Jezus nu als de zoon van David in Jeruzalem werd binnengehaald. Matthäus 21 versen 12 en 13 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: Er is geschreven, Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een roverschool van gemaakt. In de versen 12 tot en met 17 is de grote menigte verdwenen en wordt Jezus alleen door vreemden omringd. Daarmee wordt duidelijk dat Matthäus twee in tijd van elkaar gescheiden gebeurtenissen met elkaar verbonden heeft. Vermoedelijk gebeurde wat nu vertaald wordt op maandagmorgen, na de vervloeking van de vijgenboom. De Heer Jezus heeft de tempel twee keer gereinigd. De eerste keer wordt vermeld in Johannes 2. Daar gebeurde het aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. De tweede reiniging, die Matthäus beschrijft, is een beeld van het oordeel over het Joodse volk. De handel in de voorhof stond in verband met de offerdienst en de tempelbelasting. Elke Joodse man en vrouw moest tegen Pasen een halve sikkel tempelbelasting betalen. Er waren wisselaars omdat de feestgangers uit allerlei landen binnenstroomden en er ook met valuta uit allerlei landen betaald werd. De handelaars verkochten benodigdheden voor de offers: dieren, wijn, olie, zout enzovoort. De armen, die geen middelen hadden om een groter dier te offeren, mochten voor hun reiniging een duif offeren. Jezus noemt de tempel een huis van gebed en zegt. Dat zij er een roverschool van gemaakt hebben. De Heer haalt hier Jezaja 56,7 en Jeremia 7, vers 11 aan. Het aanbidden werd niet zozeer onmogelijk gemaakt door het lawaai, maar de waardigheid van de tempel werd aangetast door de handel. Een roverschool is niet een plaats waar gestolen wordt, maar een verblijfplaats van rovers. Uit het aanhalen van de profetische woorden uit Jesaja en Jeremia en daarnaast het optreden van Jezus in het algemeen blijkt dat de tempelreiniging geen impulsieve actie was. Het was een profetische demonstratie, een handeling waarmee de Heer Jezus de priesterklasse veroordeelde. Waarom? Omdat zij hun beroep misbruikten door hun positie te gebruiken om er zelf rijk van te worden. Als we alles nog eens op een rijtje zetten en de feiten uit de evangeliën met elkaar vergelijken, dan krijgen we een samengesteld beeld. De conclusie kan dan zijn dat de heren niet op één dag de stad binnenkwam, maar op drie afzonderlijke dagen. De eerste dag was op zaterdag, de Sabbatdag. Er waren toen geen geldwisselaars. De heren keek toen rond en vertrok weer. Dat staat in Marcus 11, vers 11. En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempelen. En nadat hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging hij met de twaalfde stad uit naar Bethanië. We kunnen zeggen dat gij toen kwam als priester. De tweede dag kwam hij Jeruzalem binnen op zondag, de eerste dag van de week. Toen waren de geldwisselaars er wel en hij reinigde de tempel. Toen kwam hij als koning. De derde dag kwam Jezus op maandag Jeruzalem binnen, de tweede dag van de week. Toen treurde hij over de stad en ging de tempel binnen en gaf onderwijs en genas. Op die dag kwam hij als profeet. Als we de drie verslagen van Matthäus, Marcus en Lucas vergelijken, wordt het duidelijk dat er mogelijk drie afzonderlijke dagen van het binnengaan van Jeruzalem waren. In drie verschillende hoedanigheden: als priester, als koning en als profeet. Aan het einde van elke dag trok hij zich terug in Betanië. Daarmee heeft de Heer geen enkele nacht in Jeruzalem doorgebracht, totdat hij werd gearresteerd. De eerste keer eindigde zijn zegevierende intocht aan het kruis. Maar, hij zal voor de tweede en laatste keer zegevierend komen. De schrijver van Hebreeën vat het samen. In Hebreeën 9, vers 28 staat: Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden, door hen die hem verwachten tot zaligheid. Zacharia 14, vers 4 vertelde ons dat hij zal terugkomen op deze aarde, op de olijfberg, en dan zal hij de stad Jeruzalem zegevierend binnengaan. Maar eerst gaat gij op weg naar het kruis. om voor onze zonden te sterven. Na de reiniging van de tempel kwamen velen naar hem voor hulp. Matthäus 21, versen 14 tot en met 17. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel. en hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden. de wonderen zagen die hij deed. en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de zoon van David. namen zij hem dat zeer kwalijk. En zij zeiden tegen hem. Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Bethanië en overnachtte daar. Het is opmerkelijk dat veel mensen genezen werden: lammen en blinden. Maar de geestelijke leiders namen het hem kwalijk. Jezus liet hen staan. Hij verliet hen. Dat betekende dat hij hen verwierp. Zoals al werd aangeduid, verbleef hij s'nachts niet in Jeruzalem totdat hij ge gearresteerd werd. De volgende dag kwam hij weer terug in de stad. En Lucas benadrukt dat het de derde en laatste binnenkomst in de stad is. Maar daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.